Ik zal je even laten zien hoe onze regering of onze gemeente Zutphen het natuurgebiedje, het kleinste stukje wat er nog is, verder is er niks meer, behandelt. Dan komen ze hier met van die maaimachines. Je hebt zuigmachines en maaimachines. Hier komen ze met zo'n maaimachine. En dan maaien ze echt. Dan maaien ze tot aan de waterrand. Hè? Tot aan de waterrand. En het zit altijd helemaal vol kikkers. Salamanders, hagedisjes, alles zit er dan. Dan zuigen ze het, maaien ze, dit maaien ze dan, toevallig, dit stukje, voor een beetje diervoeder. Maar vaak zuigen ze het nog. En zal ik je laten zien waar dat, wat dat zuigapparaat doet. Dus dit maaien ze gewoon helemaal, helemaal, wap. He? Ze hebben al duizenden meters, kilometers, zuigen ze al, maar... Kijk, ik zal even laten zien. Hier, dit maaien ze dan zo. Maar hier... heb je dan een dijk en zo'n dijk zuigen ze, hè? Dus alles op zo'n dijk zuigen ze helemaal weg tot op de bodem. Nou, het is misschien 2 centimeter houden ze het, dus er zou ook nooit meer een bloem groeien. En dan tot onderaan, hè? Tot onderaan. Hier doen ze het even niet, maar ik zal je laten zien wat ze doen als ze de kans krijgen. En er is een sloot waar beesten in wonen, moet je kijken wat ze doen met die sloten. En dat doen ze overal, hoor. Ik ga het overal filmen, ik zal het wel even laten zien. Dus het zijn gewoon teringhonden. Gewoon, en dat doen ze dus voor Monsanto, hè? Ga ervan uit dat wij afhankelijk zijn van ze, dat we niks meer zelf kunnen. Alle planten moeten kapot, alleen groen, groen, groen. En alles wat bloemen is, fauna, moet kapot. Nou, kijk, zo doen ze dat dan. Zal ik je even laten zien. En dit is alweer een tijdje geleden. Ik denk dat hij na 100 meter de wagen vol had. Kijk. En dit is dan zo'n... Dit is de achterkant van het mooie stukje. En dit is dan zo'n sloot. Die er zit. Waar beesten natuurlijk in wonen. Dieren, fauna. En dan zuigen ze het. Dat op de bodem, hè. Ze zuigen het. Gewoon, dit is een apparaat, die komt ernaast rijden. Die hangt met het arm, hangt die helemaal dan aan. Dan zuigt die gewoon de hele zijkant zo, wop. Voor een beetje biomassa. Zuigen ze het gewoon weg. En alle dieren die erin zitten, hè. Die gaan allemaal dood, allemaal weg. Allemaal kapot. En ondertussen krijg jij een brief thuis. Dat jij hier niet meer met je hond mag lopen. Omdat je anders de natuur verstoort. Dus je krijgt ook nog de schuld. Moet je eens de zaak op de bodem, hè? Alles weg, al die dieren. En het is dat hij de wagen vol had, dat hij misschien weer opnieuw moest. Maar die man rijdt dus de hele dag. Al die sloten in de Achterhoek worden allemaal leeggezogen. Gewoon kapot gemaakt. En al die kikkers, en die zijn er al bijna niet meer. Dit jaar waren er bijna geen padden meer, kleintjes. Dus vraag je af waarom er geen padden meer zijn? Nou, hier heb je het. Kijk, gewoon biomassa maken ze ervan. Kassa, biomassa, Rabobank, stel je voor, zeggen ze dan. Hè? Land dat kapot is, dat we er weer goed maken. Ze maken het zelf stuk. Voor geld. Alleen voor geld. Rotronden zijn het. Dus zo doen ze dat. Dus liegen kunnen ze. En jou de schuld geven kunnen ze ook. Nou, dit is dus 1 sloot. En ik ga je meer sloten laten zien. Nou, doei!